Het is donker en dat is het ideale moment van de dag om sterren te zien. Tenminste, als je ze kunt zien, niet zoals vandaag, een dag die helemaal bewolkt is. En wat mij altijd opvalt, hoe langer je naar de sterren kijkt, hoe meer je er ziet. En dan begint het ook op te vallen dat sommige van die sterren gaan twinkelen, gaan fonkelen. Maar hoe kan dat nou? Ik heb altijd geleerd dat een ster een bol van gas is die licht geeft. Net als onze zon trouwens. Maar dat zou wat zijn, dat onze zon overdag zo nu en dan aan het knipperen is en aan het fonkelen is. Dat gebeurt ook niet. Dus hoe kan het nou dat dat bij een ster wel het geval is? Om daarachter te komen zijn we vanavond te gast bij Sterrenwacht Helly in Vinkel. Eens in de twee weken houden ze daar een publieksavond waar je als deelnemer, als bezoeker alles kunt leren over deze sterrenwacht. Maar ook alles over de ruimte buiten onze atmosfeer. Maar ja, ik wil maar één ding weten. Waarom fonkelen die sterren? Nou, ik ben Joost Hartman en ik ben vrijwilliger hier op Sterrenwacht Helly in Hees. Hier op de Sterrenwacht in Hees kijken we natuurlijk naar de sterren. Maken we foto's van de sterrenhemel. Gaan we meteoren waarnemen, vallende sterren waarnemen. En leggen we het publiek uit, de bezoekers die bij ons op bezoek komen, leggen we uit wat sterren zijn, wat planeten zijn. En vertellen we ze allerlei dingen over het heelal. Het is een hele leuke vraag. Waarom fonkelen sterren? Begin ik even eerst bij wat een ster eigenlijk is. Sterren die staan natuurlijk in de ruimte. Zijn hele grote bollen van gassen die hitte en licht uitzenden. Onze zon is bijvoorbeeld ook een ster, maar die staat heel erg dichtbij. De sterren die staan heel erg ver van de aarde vandaan. Zo ver weg dat als we naar de sterren kijken, dat het eigenlijk hele kleine lichtpuntjes zijn. Zelfs als we met een telescoop naar de sterren kijken, dan nog steeds zien we een lichtpuntje. We zien nooit een schijfje of een stervormig object of zo. Het blijft altijd een lichtpuntje. Na een hele lange reis door de ruimte komt het licht van die ster bij de aarde terecht. En komt het in de dampkring. Want om de aarde is een laag met lucht natuurlijk die we de dampkring noemen. En die dampkring, die is altijd in beweging. Die borrelt en er zit stof in, er zit gruis in. Die is een beetje viezig misschien wel. Dus die dampkring is altijd in beweging. En dat licht, dat puntvormige licht van die ster, gaat door die dampkring heen. En in die dampkring wordt het licht van die ster eigenlijk verstoord. Waardoor het licht niet meer mooi egaal blijft, maar een beetje gaat bewegen en gaat verspringen eigenlijk. En dat zien wij op aarde als het fonkelen van een ster. Dus het sterlicht zelf fonkelt niet. Als je in de ruimte zou zijn, zou er geen enkele ster fonkelen. Maar als je hier op aarde kijkt, dan door die dampkring verstrooit eigenlijk het sterlicht, waardoor het gaat bewegen en uiteindelijk dus hier op aarde te zien is als het fonkelen van de ster. Het fonkelen van de sterren kunnen we ook thuis imiteren met een proefje. Daarvoor hebben we nodig een rol zilverfolie, een vaas. En om die vaas wikkel je even wat zilverpapier. Aan de onderkant van de vaas prik je wat gaatjes in het zilverfolie. En dat zijn dan als het ware de sterren. Vervolgens pak je een zaklamp. Die heb ik hier al even aangezet. En je houdt eigenlijk als het ware die zaklamp onder de vaas. En dan zie je, als je hier doorheen kijkt, zie je het licht door die gaatjes in het zilverfolie door het water. En dan, als je dan een beetje met een lepeltje bijvoorbeeld in het water een beetje beweging maakt, dan zie je dat het licht van die imitatiester eigenlijk helemaal gaat dansen in die vaas met water. En dat is feitelijk ook wat er gebeurt met sterlicht in de dampkring. Dus probeer het thuis maar eens. We zijn in ieder geval twee keer in de maand voor het publiek open. Op de eerste vrijdag en de derde vrijdag van de maand. Daar kunnen mensen altijd langskomen.
Dat doen we wel op voorinschrijving, dus je moet je even aanmelden. Via de website kun je een plek reserveren als het ware. En dan ben je hier van harte welkom. Dus dat is in ieder geval 2 keer in de maand. Maar bij bijzondere gelegenheden zijn we ook vaker voor het publiek open. Dus bijvoorbeeld bij een zonsverduistering of een maansverduistering. Of bij een ander spectaculair sterrenkundig evenement. Dan zijn we vaker ook open. En dat wordt dan ook aangekondigd op de website. Zo, dan weet je dat ook weer. Vind je dit soort video's nou leuk? Abonneer je dan op dit kanaal, want ik zie je heel graag in de volgende.